Mijn naam is André Stuit, luchtverkeersleider bij Luchtverkeersleiding Nederland. Mijn dag begint met een blik op het weer. Het weer is heel bepalend hoe die dag zal verlopen. En onze diensten zijn gemiddeld 5-6 uur, waarbij je drie stukken van anderhalf uur werkt en tussendoor verplicht pauze hebt om je opnieuw op te laden voor het volgende deel van je dienst, om het verkeer af te handelen. Ons werkgebied is onderverdeeld in verschillende lagen in de lucht. De bovenste lagen, daar liggen de snelwegen. En vliegtuigen die in de buurt van de bestemming komen, gaan zo'n snelweg verlaten. Die zullen gaan dalen, die gaan langzamer vliegen. Om in de buurt van een luchthaven, net als een grote stad, een ringweg te naderen. En in dat gebied van die ringweg, daar worden de vliegtuigen waar we nu zitten, worden afgehandeld. En die komen dan vertrekkende vluchten tegen. Dus dat zal geregeld moeten worden. Die komen elkaar in de hoogte tegen. Maar dat gebeurt nu hier. Binnenkomende vluchten worden achter elkaar gezet in een rijtje, in een treintje, voor een nadering te maken op een landingsbaan. En uiteindelijk de vertrekkende vluchten komen van de toren en die roepen hierop om een eindbestemming weer te bereiken, dus die snelwegen weer op te gaan, weer te klimmen. En de toren zelf, dat is vanzelfsprekend, die werkt vanaf de grond tot een kilometer hoogte. Er bestaat een groot misverstand dat alle luchtverkeersleiders in de toren werken. Het grootste deel van de vlucht wordt afgehandeld vanaf de radarschermen. Dus ook veel verder weg van Schiphol worden die toestellen via een radar op een beeldscherm vertoond. En vanaf een radarscherm zal de verkeersleider zich moeten beroepen op radarseparatie. 5 mijl of 1000 voet in hoogte. En vanuit een toren, daarom is hij ook zo hoog met zoveel ramen, moet de verkeersleider ook visuele separatie doen. Dus met zijn ogen moet hij kunnen kijken of twee toestellen niet dicht bij elkaar komen, waardoor ze eventueel zouden kunnen botsen. Ja, de rol als luchtverkeersleider is heel bijzonder. In feite ben jij de regisseur van het luchtruim. Jij bepaalt hoe de vliegtuigen, dus jouw acteurs, hoe die hun rol vervullen. En uiteraard, dat moet op een veilige manier, maar ook heel efficiënt. Dus je merkt ook aan de vliegers dat ze heel tevreden zijn met de manier zoals jij dat doet. Nou, hier op de toren heb je heel vaak een mooi beeld van wat je werkzaamheden eigenlijk inhouden. Op het moment dat je een vertrekkende piek gaat beginnen, ziet alle platforms, alle gates zijn bezet met vliegtuigen, soms wel 100. En wat blijkt dan? Na anderhalf uur werk zijn al die vliegtuigen verdwenen. Dus je hebt in anderhalf uur tijd, heb je Schiphol leeggestart. Dat is natuurlijk een ontzettende kick. Het lastigste voor het werk van de verkeersleider is dat er constant een balans moet zitten tussen de veiligheid, de capaciteit, de efficiëntie en nog een keer het milieu. Het moet uiteraard veilig, dat zit bijna in ons DNA gegoten dat het veilig moet zijn in de luchtvaart. Daarnaast wil elke vlucht zo snel mogelijk van A naar B en van B naar A. Dus iedereen wil op tijd vertrekken. Maar de omgeving verlangt ook dat we zo min mogelijk herrie maken. Dat er zo min mogelijk lawaai wordt veroorzaakt. En ja, dat leeft wel eens op gespannen voet. En dat maakt het af en toe redelijk complex om hier toch de gewenste doelstellingen te halen. Er zijn verschillende locaties waar je als verkeersleider kunt werken. Je hebt natuurlijk de torens van Groningen, van Beek, van Rotterdam, van Schiphol. Daaromheen de radarverdeling Approach. En hieromheen zitten de collega's van ACC, Area Control Center. Ik werk er zelf niet, ga er wel iets over vertellen. En zij beheren het hele Nederlandse luchtruim en moeten een aantal stappen vooruit denken. Eigenlijk verkeersleiding op een tactisch niveau. Als een toestel vertrekt naar Schiphol, geeft de toren toestemming om te mogen starten. Na 600 meter hoogte neemt Approach het over. Die klimt het toestel door, vrij van binnenkomend verkeer. En vervolgens wordt die overgedragen aan ACC. ACC, achter mij, werkt met een radarverkeersleider, daarnaast een planner en een assistent. En deze afdeling kan op die manier 130 vliegtuigen per uur afhandelen. En zij zorgt ervoor dat de vertrekkende vlucht overgedragen wordt aan het buitenland. En andersom, het buitenland geeft de vluchten weer over aan ACC, zal het toestel richting Schiphol brengen en vervolgens de toren laat het weer landen en de passagiers zijn weer veilig thuis. Je zou denken, een vliegtuig is zo vrij als een vogel. Maar om het controleerbaar te houden, zijn er wel degelijk routes in de lucht. Nou, boven Nederland heb je 5 hoofdroutes, snelwegen die over Nederland lopen. En vliegtuigen van en naar Schiphol nemen dus zo'n route om bijvoorbeeld het land te verlaten. Nou, een sector bij ACC moet daar de separatie bewerkstelligen, waarborgen. Er zijn 5 van die sectoren. En die zorgt ervoor dat de vliegtuigen in hoogte nooit minder dan 1000 voet komt. Of naast elkaar, achter elkaar, 5 mijl. Dat is de separatie die ervoor zorgt dat vliegtuigen veilig van en naar Schiphol kunnen vliegen. Niet alle vliegtuigen die over Nederland vliegen worden afgehandeld door ACC. Er zit een soort plafond in de lucht. Boven de 15.000 voet, zeg maar 8 kilometer, wordt er gedaan de Eurocontrol. Daaronder is het luchtruim van ACC.
Nou gebeurt het dat vliegtuigen met bestemming Brussel en Düsseldorf al eerder willen dalen onder die 25.000 voet. Die nemen dus een hoek mee van het luchtruim van ACC en zullen dus hier worden afgehandeld door mijn collega's. Maar ja, het gros van de vliegtuigen gaat toch naar Schiphol. En stel dat daar iets onverwachts gebeurt, een baan is geblokkeerd of er is toch meer mist of dichtere mist dan voorspeld, worden de wachtgebieden gevuld. Dat zijn soort parkeergarages net buiten het gebied van Schiphol. En de ACC-collega's gaan de vliegtuigen tegenhouden totdat ze een tijd mogen aanvangen en de nadering kunnen maken naar Schiphol. De eigenschappen waaraan een goede verkeersleider moet voldoen is een natuurlijke autoriteit. Dat moet uit je stem al blijken dat je het prettig vindt om ergens leiding aan te geven. Daarnaast is het handig als je meerdere dingen tegelijk kunt. En wat heel belangrijk is en wat ik ook het leukste vind, dat je in teamverband een product levert. Niet zoals dat je in je eentje het luchtverkeer afhandelt. Nee, je doet het samen met collega's. Nou, niet iedereen is geschikt om luchtverkeersleider te zijn. Ik noem het altijd gekscherend, je moet bepaalde afwijkingen bezitten. Nou, ik denk dat een afwijking moet zijn dat je een gezonde achterdocht hebt. Dat je altijd iets nog een keer controleert van is het wel zeker dat het goed gaat. Dat die situatie veilig zal verlopen. Daarnaast een natuurlijke autoriteit. Die autoriteit die moet uit je stem spreken. Door middel van je stem kun je bepaalde vliegers een opdracht laten vervullen. Die moet niet onzeker zijn. Je moet een passie hebben om die driedimensionale puzzel op te willen lossen. Op de meest perfecte manier. De passie komt los, als je weet er komt een drukke piek aan en met z'n allen proberen we om die 68 vliegtuigen naar Schiphol te halen zo efficiënt mogelijk. En 2 uur later moeten er weer 80 weer vertrekken van Schiphol. Om dat op een goede manier te doen en op een klantvriendelijke manier af te handelen, op een zorgzame manier, nou, dat zijn dingen die mij erg aanspreken. En daar voel ik me echt als een vis in het water. Mijn naam is André Stuit, ik ben luchtverkeersleider bij Luchtverkeersleiding Nederland.